Welkom bij 42 Actueel. Allereerst wenst Omroep Drimmelen u voor het nieuwe jaar een goede gezondheid en alle geluk en voorspoed toe. Ook dit jaar staan we als omroep klaar om mooie reportages te maken, actueel nieuws te brengen en u te laten zien en horen wat er allemaal in onze gemeente gebeurt. En dus met deze week de volgende onderwerpen. In 2022 is weer voorbij. We hebben een bewogen jaar afgesloten. Een lichtpuntje aan het einde van het jaar was wel het feit dat Scouting Maden weer haar traditionele oliebollenactie kon houden. Op Oudejaarsdag zijn 7000 oliebollen gebakken en hebben veel inwoners kunnen genieten van een lekkere versgebakken oliebol. De opbrengst van deze actie vloeit rechtstreeks in de kas van Scouting Maden. Je ze ziet, dan loopt het water uit je mond. Ze zijn zo mooi bruin en rond. Het is voor mij een feest. Ik geniet het allermeest van zo'n lekkere ronde bol. Oh, daar zit mijn hart van vol. Geef mij maar een oliebol. Meer wil ik niet. Ik kan toch zo. Vanaf 16 januari kunt u tijdens de ophaaldag voor uw wijk de kerstboom gelijktijdig met het GFT-afval buiten zetten. De kerstbomen worden dan opgehaald door een aparte inzamelwagen. De inzameling start om 7:30 ochtends, dus zorg dat alles op tijd buiten staat. De bomen moeten vrij zijn van versieringen en potten. In een aantal straten in Lage Zwaluwe worden de rioleringen vervangen. Op maandag 9 januari start aannemersbedrijf Gebroeders De Leeuw BV met de voorbereidingen. De werkzaamheden staan gepland tot en met eind oktober. De werkzaamheden kunnen bij bepaalde weersomstandigheden uitlopen. Woningstichting Woonvizier gaat tijdens de uitvoering van het rioolproject huurwoningen verduurzamen en renoveren. Bewoners krijgen hier informatie over. Binnen het project liggen enkele doodlopende straten. Om deze bereikbaar te houden worden er tijdelijke noodwegen aangelegd. Wilt u op de hoogte worden gehouden over het project? Download dan de bouwapp. Ook komend jaar kunnen woningeigenaren weer een subsidie aanvragen voor een groen dak of gevel. Nieuw is dat ook huurders hier gebruik van kunnen maken. Uiteraard moet dit na overleg en met toestemming van de woningbezitter. Ook voor huurders geldt dat de dakconstructie geschikt moet zijn voor groene bedekking. Vanaf 16 januari kunt u uw aanvraag bij de gemeente indienen. Toewijzing van subsidie gaat volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Vanaf nu is er geen papieren afvalkalender meer. In de gemeente Drimmelen-app kunt u alle afvalgegevens inzien en een melding instellen over welk soort afval u de volgende dag buiten moet zetten. Wilt u een print van uw persoonlijke afvalkalender ontvangen? Bel dan gratis naar de Diftar-infolijn. Na een periode van gesprekken met inwoners, een enquête en ruimtelijk onderzoek heeft het college van BMW de voorkeurslocaties gekozen voor de bouw van minimaal 75 woningen in Hoge Zwaluwe. Eén locatie ligt aan de noordrand van het dorp, aan de Ruilverkavelingsweg, en één aan de zuidkant aan de Kerkdijk. Het college verwacht hiermee te kunnen voorzien in de opgave die de gemeente heeft voor woningbouw in Hoge Zwaluwe in de komende 10 tot 15 jaar. Het college bespreekt de voorkeurslocaties wel met de gemeenteraad in een openbare informatieronde op 12 januari en een opinieronde op 19 januari. Op maandag 9 januari start een aannemersbedrijf met het aanpassen van de duiker aan de Kiewietstraat in Maden. Op 16 januari starten de werkzaamheden aan riolering, bestrating en groen in de Valkenhof en de Duivenhof. Op 13 februari starten de werkzaamheden in de Nachtegaalstraat en de Vinkenlaan. De aannemer heeft tot het eind van dit jaar de tijd het werk uit te voeren. Ook hier geldt dat u meer informatie vindt op de website van de gemeente of via de bouwapp. Heel veel muziekliefhebbers hebben eind december weer kunnen genieten van de top 2000 in Maden. Het was weer heel gezellig in de Korenbeurs in Maden. Tijdens dit geslaagde en druk bezochte evenement werd, zoals gebruikelijk, ook een actie gehouden voor een plaatselijk goed doel. Dit jaar was dat Stichting Leergeld. Op de laatste dag werd de opbrengst van de actie, een mooi bedrag van €10.000, overhandigd aan deze stichting. Het is voor mij heel bijzonder om hier vanavond te zijn, want zoals jullie wellicht weten ben ik afgelopen woensdag begonnen hier in de mooie gemeente Drimmelen. En ik had aan John beloofd dat mijn eerste officiële optreden de opening van het Top 2000 Café zou zijn, dus bij deze. En, ja, en dan smijt de haak op de plaat, op de naald. Oeh, ja, ja, ja. Ja, we hadden één goede versie en één slechte versie. We hebben nu twee slechte versies. Hey, hij staat erop. Hartelijk dank. Burger is Johnson. En we zijn er bijzonder trots op dat inderdaad dit de eerste echte officiële openbare gelegenheid was om u heen opgereden. Dank u wel. Ik had er een beetje op gerekend, alleen ik denk ik kon er heel lang voor lullen. Maar dat hoeft niet, want Hans van der Steen komt net naar voren toe. Hij zegt, ik maak daar €10.000 van! Dit was dan weer 42 actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 actueel wordt op werkdagen om 11:30 en 11:30 ochtends ook uitgezonden op Omroep Drimmelen Radio. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag weer tot volgende week.